Hi, ze is hier, Tara Weitz. Ja. Hallo. En vroeger was je tandartsassistente. Ook nog, ja. Dat lijkt me een rare overgang. Ja, het is niet van tandartsassistente naar pornoactrice overgegaan. Ik heb eerst daar in een club gewerkt, toen ben ik fotomodel geworden. Toen heb ik Italiaanse televisieshow gedaan. Toen ben ik naar Amerika gegaan, toen heb ik foto's gedaan voor Penthouse, Playboy, allemaal die bladen. Toen ben ik iemand tegengekomen die vroeg me films te spelen, dat heb ik dus gedaan. Is dat niet raar om in pornofilms te spelen? Nou, dat is eigenlijk heel gek gebeurd. We moesten een fotoset maken, een love set voor een jongen en een meisje samen voor Penthouse. En daar mag je dus geen geslachtsdelen in zien. En die jongen was nog een groot geschapen. En dat ding dat hing steeds aan de rechterkant en aan de linkerkant, maar het was steeds in beeld. Dus ze hebben het vastgeplakt met plakband. Maar dat bleef niet zitten. En toen dacht ik van nou, ik ga er maar bovenop zitten. Nou ja, in principe is er dus niet zoveel verschil tussen een pornofilm en foto's. Nee, als je het zo uitlegt, ligt het heel dicht bij elkaar. Waarom heb jij die Oscar gekregen eigenlijk? Mijn derde en mijn vierde film die heb ik gedaan. Het was eigenlijk meestal zijn het low budget films. Er worden zeg maar films in 1-2 dagen gemaakt. En die films was echt, daar heb ik een week over gedaan met een mooi verhaal. Het is echt heel Playboy-achtig. Het is echt anders dan de gemiddelde pornofilm. En je hebt ieder jaar in Las Vegas heb je van een soort Oscar-uitreikingen, een soort shows. Waar was jij zo goed in? Ja, dat moet je zelf maar uitvinden. Nee, maar je hebt toch kwaliteit? Dat hebben ze je toch wel verteld? Je krijgt niet zomaar zo'n beeld. Ze hebben me gekozen voor de beste porno-scène die ik gespeeld had. Ja, waar hun precies op kiezen. Ik denk heb dat je enig idee, was. Waar vind je zelf een goede pornoactrice? Ik vind mezelf geen goede pornoactrice. Ik vind het leuk andere om te doen. Wel. Ik vind het leuk om te doen waar andere mensen het voor. Ja, ik weet niet of andere mensen het echt vinden. Maar waarschijnlijk omdat ik het natuurlijk doe, misschien. Omdat ik er lol in heb en ik het niet voor geld doe. Misschien dat je dat ziet, ik weet het niet. Wat doe je natuurlijk? Nou, ik heb het echt naar mijn zin. Als ik een scène aan het spelen ben, dan ben ik echt aan het vrijen. En als ik klaar kom, kom ik echt klaar. Ik speel dat niet. En meestal wordt het gespeeld, want je doet het toch voor het geld. En waarschijnlijk zie je dat verschil, ik weet het niet. Ja, hallo. We hebben een stukje uit een film die Veronica zaterdag. Ja, ik zit echt te kijken. Nee, laten we nog even niet naar die film. Laten we even doorpraten. Dus jij zegt, ik kom klaar. Je komt echt klaar. Dat wordt niet gespeeld? Nee, maar dat is niet in iedere scène. Je hebt inderdaad regisseurs die zeggen van nou, je moet in deze scène. Meestal wordt het klaarkomen voor de man is belangrijk, want je ziet het. Vaak vinden ze van de vrouw, want het is niet belangrijk, je komt of je komt niet. Sommige regisseurs willen... Gewoon een backtrekken, dan denken ze wel dat het klopt. Nou, dat is juist hetgeen. Als je het nep doet, dan heb je juist een heel mooi gezicht. En als een vrouw echt klaarkomt, heb je echt een lelijke bek. Dus je ziet dat verschil echt wel. En dan zeggen ze tegen mij, speel het. Ik zeg nou, ik kom klaar of ik kom niet klaar. Klaar. En ik kom niet heus niet. Maar als je drie scènes op een dag doet, wil je zeggen dat je iedere keer klaar komt. Bij vrouwen kan ik me dat voorstellen, maar hoe doen mannen dat dan? Drie keer per dag klaar? Of nog vaak? Lukt dat? Ja, ik denk dat je als je misschien 1000 actrices hebt, dat je misschien 10 mannen erop hebt. Je ziet heel vaak verschillende vrouwen in pornofilms, je ziet heel vaak dezelfde mannen. Dus juist omdat het heel moeilijk is voor mannen. En die mannen die het doen, die kunnen inderdaad op commando klaarkomen. Hoe ze het doen, ik weet het niet. Maar hoe vaak moeten die dat per dag doen dan? Nou, ze moeten niks. Ze doen wat ze kunnen doen. Maar over het algemeen doen ze twee scènes, 1 tot 2 scènes per dag. Sommige mannen doen er 3 of 4. Het ligt eraan wat ze gegeten hebben. En werkt het echt met eieren of niet? Wordt er in jouw vak opmerkelijk veel eieren gegeten? Nou, ik heb inderdaad in Amerika heel veel acteurs. Die zie je, geloof ik, 10, 15 witte eiwitten per dag eten. Of het echt helpt, weet ik niet. Het schijnt de kleur van het sperma witter te maken. Dus je ziet het beter in beeld. Het is beter voor in beeld. Ja, ja. Maar of het echt helpt, ik heb geen idee. Er schijnen ook stand-in lullen te zijn. Wat is dat? Ja. Dat las je in je boek? Ja, nee, inderdaad. Ja, mijn vriend doet dat altijd. Je hebt zeg maar... Je vriend doet dat ook. Want Roberto zit daar. Roberto is jouw vriend. Ja. Die is ook pornoster. Ja. Dus die heb je niet bij een concert ontmoet? Nou, niet bepaald, nee. Die gaan we bekijken. Gewoon in een film ontmoet? Ja, we waren samen filmen. Dan ben je verliefd op elkaar geworden. Ja. En hij stand-in lul. Nou, niet altijd alleen hoor, maar hij doet dat ook. Hij kijkt naar stofzuigen en het ding gaat al omhoog. Dus ik bedoel, hij heeft er geen problemen mee. En soms als een andere man een bepaalde scène moet doen en het lukt niet om klaar te komen, het lukt niet om stijf te krijgen, gebruiken ze toch die acteur, maar dat doen ze dan in een groot beeld, dat je die acteur ziet. En die close-up, dan gebruiken ze gewoon hem. Dat zie je niet. De technieken van de gewone televisie worden ook daar gebruikt, begrijp ik? Oh ja, heel vaak.
Heb je nooit ziektes gehad, behalve rugpijn? Nee, ik heb zelf in die groep met wie we werken, ik heb nog nooit iets van een ziekte gemerkt of gezien. Of... Ze gebruiken geen condooms. Ze gebruiken inderdaad geen condooms. Er zijn films waar ze het wel in doen tegenwoordig, maar het neemt het hele effect weg. Je hebt als bescherming, de vrouw heeft meestal een bepaald soort sponsje in dat tegen bepaalde geslachtsziektes is en tegen zwanger worden. Maar ja, ze komen toch niet in je klaar. Nou, het risico is er wel. We nemen heel veel testen en bovendien, je werkt in die groep. Je werkt eigenlijk met elkaar en met je vriend. Je hebt buiten die groep geen zin om nog eens een keer naar je werk, nog eens een keer gezellig naar bar te gaan met iemand. Ja, maar jij vrijt dus soms met 3, 4 verschillende mannen op een dag. Dan loop je toch een verhoogd risico om een ziekte op te lopen? Ja, maar ik denk dat het risico groter is als ik met 3, 4 verschillende mannen van de straat afpluk. Ja, maar het risico niet al deze mevrouwen hier zitten doen met 3, 4 verschillende mensen per dag natuurlijk. Het is heel erg gecontroleerd. Ik kan niet zeggen dat er geen risico is, want dan zou ik liegen. Maar het wordt verschrikkelijk gecontroleerd. Je neemt 2 keer per maand neem je een AIDS-test. Je wordt op geslachtsziektes gecontroleerd. Het is echt, als iemand ziek is, dan zou iemand anders niet meer werken. Dat weet je gelijk. En dan stop je er gelijk mee. Werk je met iedereen? Nee, absoluut niet. Je gaat niet op karakter af, of wel? Ik ga juist op karakter af. Ja? Dit is voor mij heel vreemd. Als ik het echt voor het geld zou doen, dan zou ik iedere dag een film kunnen maken en heel rijk kunnen worden. Dat doe ik dus niet. Ik doe het gewoon voor mijn lol. Daarvoor heb ik meestal films uitgekozen die dus Oscars winnen, omdat ze er mooi uitzien. Zullen we even kijken naar een stukje? Ja, want zaterdag heeft Veronica nog... Maar dit is geen pornofilm, hè? Nee, het is erotiek, ja. Hè? Dat is wat zachter. Nou, laat maar eens even kijken. Laat maar even een stukje laten zien. We staan op een tochtige trap. Maar het was inderdaad flink koud, ja. Het was in Moskou. Het is echt heel erg koud. Maar kun je zomaar overal gaan filmen? Weten autoriteiten in Moskou dat er binnen hun stadsgrens een pornofilm wordt opgenomen? Nou, ik denk dat ze het wel weten, want de eerste dag ben ik bloot op het Rode Plein voor het Kremlin gaan staan. Dus ik denk dat ze het wel weten, maar... Nee, heel veel. Als ze het echt weten, dan houden ze het tegen. Maar wij hebben scènes gedaan in een studio. En die naakt zijn naar buiten, dat was echt even snel flashen en dan gaan we wegrennen. Voor de mensen het in de gaten hebben. Ik denk sommige landen, als ze het weten, dan maken ze inderdaad problemen mee. Dan zeggen we wel, het is een erotische film, het is een actiefilm. Ik kan het beter niet zeggen, want... Wat vind jij er zo leuk aan? Wat ik er leuk aan vind? Of hou je verschrikkelijk veel van seks? Ik hou veel van seks, maar ik denk niet meer dan de gemiddelde mensen in principe. Ik kom er misschien wat meer vooruit. Ik vind het acteren leuk. Ik ben exhibitionist. Ik vind het leuk om scènes te doen als de mensen kijken. Ik vind, die krijgen betaald om met mooie mannen te vrijen. Nou ja, ik vind daar niets verkeerds tegen. Hebben je ouders wel eens een film van je gezien? Ja, maar ze hebben bepaalde stukken van films gezien. Het is niet echt dat ze gaan zitten, ik ga even een pornofilm van mijn dochter bekijken. Nee, maar ze hebben inderdaad wel stukken van films gezien. Die films waar ik de Oscar voor heb gewonnen. En die erotische films, dat vinden ze hartstikke leuk. Ja. Ik kan me voorstellen, als een moeder ziet hoe haar dochter genomen wordt in de film... Ja, dat ze daar niet van zegt, dat is wat ik bedacht had toen je geboren werd. Nou, het is... Nee, als we als een film zitten bekijken die ik bijvoorbeeld heel mooi vind... en ik ben trots op, dan laat ik er stukken zien. Maar die seksscènes worden gewoon, zeg maar, snel vooruitgespoeld. Dus kijkt gewoon naar die film. Erotische scènes vindt ze helemaal niet erg om te zien. Heb jij al eens een filmvraag gezien? Nee, nog niet. Heb je al eens gehoord van iemand die urine drinkt, trouwens? Ik heb het al vaker gehoord, ja. Lijkt het je wat? In een andere setting waarschijnlijk. Waarschijnlijk voor een andere reden, maar ik heb het al vaker gehoord. Doe je ook rare dingen? Zijn er grenzen aan wat je doet? Er zijn beestenfilms, er zijn... Er zijn grenzen in mijn werk, want ik doe mijn eigen grenzen. Persoonlijk, privégebied, daar verbaas ik mezelf nog wel eens over. Maar er zijn dingen die ik in films absoluut niet zou willen. Zoals? Inderdaad, beestenfilms en dat soort dingen. En inderdaad, urinescènes in films en dat soort dingen. Dat zou ik niet willen doen. Beestenscènes gewoon omdat dat trekt me nou helemaal niet aan. Maar dat wil niet zeggen dat ik mensen voor dat niet wel doen. Dat is ieder zijn meug. Nou, heb jij verkering, zo heet dat nog steeds. Heb jij verkering met Roberto daar? Ja. Dat is een van de beroemdste pornosterren van de wereld, hè, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Jij bent een van de beroemdste, gezien het feit ook dat je een Oscar gewonnen hebt... Jullie doen de hele dag niks anders dan voor je werk wippen. En als jullie nou s'avonds thuis komen, heb je daar dan nog zin in om met hem soms zijn die scènes overdag zo verschrikkelijk opwindend geweest... dat je eigenlijk niet het idee hebt van... God, ik ben helemaal tevreden nou. Maar dan gaan we thuis gewoon door. En mensen die zeggen... Het is vrouwenvriendelijk. Seks heb je met je partner.
thuis, desnoods in een auto, maar niet zo voor camera's. Ik denk eerder zijn mug. Als ik met Roberto thuis vrij en als ik met hem voor de camera vrij, is het toch anders. Het is fysiek. Je hebt een enorm plezier en je komt klaar, maar het is meer fysiek. Toch als je het privé doet thuis, is het veel meer emotioneel. Het is een heel ander orgasme, zeg maar. Het is een heel andere. Het is meer de liefdesbedrijf. Voor mij is het een verschil tussen vrijen en neuken, zeg maar. Vrouwenvriendelijkheid? Vrouwenvriendelijk. Ik denk, alles is vrouwenvriendelijk zolang de vrouw het zelf wil. Als de vrouw iets niet wil, dan is het niet vrouwenvriendelijk. Maar is het ook niet manvriendelijk als de man het niet wil. Voor mij is alles vrouwenvriendelijk zolang de vrouw het niet erg vindt. Er wordt ook gelachen tijdens de opname. Oh, je ligt in een deuk, constant. Echt hartstikke leuk. Iemand bijvoorbeeld, ik weet niet wat ik in Nederlandse televisie kan zeggen of niet. Maar twee mannen die met een vrouw een scène aan het doen zijn. En die man die komt klaar en die schiet in het oog van die andere vent bijvoorbeeld.